Ja, dit is Cinema Kleurnet Extra. We gaan het hebben over de documentaire. In het bijzonder de documentaires van Lili van den Berg. Zij werkt al jaren als documentaire filmmaakster, als producente. En bovendien heeft zij nog allerlei andere beroepen gehad. Onder andere is zij ook televisieomroepster geweest, vertelde ze net, voor de VARA en de VPRO. Lili, hartelijk welkom. Je hebt vele beroepen, hè? Actrice ben je geweest. Dat is al lang geleden. En omroepster, ja. Dat was het allereerste. Ja, ja. Wat je hebt gedaan. En cabaret, ik heb nog op de cabaretschool gezeten. Aha. En toen je televisieomroepster was, welke jaren was dat? Zo lang geleden, in de zestiger jaren. Zestiger, ja. Het was in de tijd dat ik met Nicolai van der Heijden ook in die film speelde. In de ochtend van zes weken. En ik herinner me nog, dat is de omroepbazen, dat waren toen nog echt dominees, hè, bij de VPRO. Mm. Want ik lag daar, ik geloof als eerste, met een blote rug. In een bed, ja. Ja, met Hans Kuhleman. Zijn daarvan, ja. Met Hans Kuhleman, de acteur, ja. Ja. En toen vroegen die dominees er echt af of dat nou wel kon. Of ik de volgende week nog wel kon omroepen. Omdat, ja, dat was toch eigenlijk... Dat ging niet in die tijd, ja. Weet je wel? Dat was allemaal heel raar. En wat was er... De VPRO had toen, ook weinig zendtijd. Nou, iets nu natuurlijk wel meer, maar lange tijd niet. Dus ze waren maar een paar uur per paar uur. En ze per hadden week ook, of ja. Zo in de lucht, zeg maar. En dan hadden ze ook nog drie omroepsters. Er was Arie Kleiweg, die... Die vond dan de een leuk en de ander hield meer van een blondje. Dus ze hadden een beetje van alles. En wat kondigde je dan aan? Wat was in die tijd een programma? Was dat nog voor Hoepla? Het geruchtmakende... Ja, volgens mij was het voor Hoepla. Want daar heb ik nog in heel begin nog even aan meegewerkt. Maar ik weet, de eerste uitzendingen zal ik nooit vergeten. Want ik hou erg van improviseren. En ik had altijd meteen ook ruzie met ze van over die vreselijke teksten. Ja. En toen stierf... Prinses Wilhelmina heette ze toen al. En diezelfde middag moest ik notabene voor het eerst om gaan roepen. En toen heb ik mijn hele eigen teksten mogen maken. En dat ging natuurlijk veel beter dan... Oh ja. Natuurlijk, dan als je dat allemaal van zo'n papiertje moest oplezen. En dat deed je gewoon zo l'improvise in de camera. En dat heb ik hun toen voorgehouden. Dat dat dus eigenlijk veel beter was dan wat ik vaak daarna deed. Dat ik zo gespannen... En je weet wat je hebt van die mensen die dan opeens een soort blank out... En dan, we gaan omroepen. Ja, en dan komt er niks. Ja. En dat heb van de Wilhelmina weet je natuurlijk nog de datum dan. Dat 63 was het niet? Ja. 63, ja. Dat zou wel. En wat zou je dan eigenlijk hebben moeten zeggen? En wat nou, dan, over een kinderprogramma of zo. En dus omdat zij overleden was, er kwam er van alles. Dat weet ik echt niet meer. Maar... Ja, maar je vond het leuk om te doen. Ja. En ook dat acteren vond je leuk. Dat vond ik erg leuk, ja. Ik heb nog wel eens in andere films geacteerd. Toevallig is nu net deze week Maxim Hamel overleden. Ja. En daar heb ik mee in de film Rififi in Amsterdam van een Mexicaanse regisseur. Had ik ook niet zo'n grote rol, maar was ook wel aardig. Maar dat ging allemaal heel anders vroeger, weet je wel. Zo'n beetje, ja, ik weet nog, we stonden op de hoek van de Oude Kerksplein, waar ik trouwens ook gewoond heb daar. En dan opeens zag die regisseur een man met een aapje lopen. En zei, oh leuk, laten we er ook even bij doen. En zo ging dat allemaal. Het was een spannende film eigenlijk wel. Hij wordt nog wel eens vertoond. Ja. Rififi in Amsterdam. Ja, leuk. Zo detective was het. Maar bijvoorbeeld van die tijd uit als tv-omroepster heb je ook niks, zeg je. Je hebt geen enkele band. Er bestond helemaal niets. Werd niet gedaan. Er was niet op die manier opgenomen. Nee, je had geen tape recorder. Je had dus een bandrecorder. Echt nog een band had, weet je. Zo'n open reel bestond er. Maar ik moet eigenlijk eens een keer... je hebt zoveel te doen, maar als je wat ouder wordt... dan denk je, nou, het zou toch leuk zijn als ik eens een beeld zou hebben van hoe ik het En dat bestaat uitzag. Nog wel. Ja, want af en toe zie ik op de televisie, als de VPRO programma's uitzendt... heb ik wel eens dat ik dan even ervoor kwam of iets aankondigde. Door een toeval of iemand belt me, kijk gauw. Maar in het algemeen, nee. Heb je niets, helemaal niks. Ja, er bestaat niks van die tijd. Maar die want ik vraag het onder andere ook omdat je in de documentaires die je maakt, zit je zelf ook in, hè?
Dat we zeggen, je laat jezelf zien. Dat is, is dat de bedoeling? Ben je medespeler, zeg maar, in de film? Je maakt documentaire, dus geen speelfilm, maar goed. Ben je medespeler of zie je het zo dat je dat nodig hebt voor je verhaal te vertellen? Van degene die het verhaal vertelt, dat ben ik, dus moet ik mezelf ook laten zien? Nou, dat hangt dus van de film af. In de opstand in Sobibor wou ik absoluut niet in het beeld. Maar daar zie je me een keer zitten aan een tafel in Rusland met al die overlevenden. Maar die hebben me gewoon op die stoel gesleurd. En ik zei alsmaar, nee, ik moet bij de camera zijn. Ik moet een beetje regisseren. Nee, daar hebben we allemaal niks mee te maken. Zitten en eten. Дорогие гости, да, пожалуйста, пожалуйста, проходите, проходите. В тесноте, но не в обиде, учтите это. Пожалуйста, Зина, Зина, давай, Витя, Леночка, ты тоже. Да, да, товарищи, во время восстаний очень много погибло людей. На минных полях взорвали, перестрелки. Я хочу предложить почтить память погибших товарищей, которые проложили нам дорогу в жизнь минутным молчанием. De documentaire die gaat over de oorlog, Tweede Wereldoorlog, over het kamp, concentratiekamp Sobibor, waar in 1943, 1944 een aantal 43, mensen uit zijn ontsnapt. Ja, het hele kamp ontsnapt. Het hele kamp ontsnapt, maar een aantal mensen die daar levend zijn uitgekomen. Ja, toch, aardig wat nog, ja. Ja, ja. Hoeveel zijn daar uitgekomen? Oh, dat... Nou ja, goed, ja. Moet even, dan moeten we even, zou ik even die, moeten die, kijken. Die getallen zijn ook eigenlijk een beetje... Een stuk of 40, 50 dacht ik. Maar er zijn er weer een heleboel van overleden. Ja, ja. Na de oorlog natuurlijk ook. En, maar het was eigenlijk de grootste opstand. De meest geheime opstand en de meest geslaagde opstand ooit. In de hele Tweede Wereldoorlog. Concentratiekamp dan ook. Ja. Ook ooit. Ja, en dit was, wacht even, dit was echt geen concentratiekamp. Dit was echt een dodenkamp, hè. Dus hier werden de mensen ook niet, kregen geen nummer of zo. Het was meteen aankomen en wegwezen. Maar een paar mensen, dat waren dan de arbeidsjoden, die moesten dus het werk doen. En die, die moesten het kamp bijhouden, opbouwen enzovoort. En het grote geluk en het grote misrekening dus van de nazi's was, dat toen die groep Russen daar kwam, toen, die hadden dus een band, die hadden een solidariteit. En bovendien was er een hiërarchie. Omdat de luitenant Pechersky, de leider van de opstand, die had dus, die was ook de leider van die hele groep soldaten. Mm-hmm. En die groep soldaten, die waren dus, had men ontdekt toen ze gevangen waren genomen, dat ze Joden waren. En die zijn, ze waren geen krijgsgevangenen? Ze waren nee, ze hadden natuurlijk krijgsgevangenen moeten zijn. Ze waren eerst krijgsgevangenen en toen dus ontdekt werd dat ze Joods waren. Toen zijn ze dus naar Sobibor als groep verstuurd. En dat was ook de eerste keer dat daar een groep kwam. Want al die mensen, ja, je bent natuurlijk helemaal totaal, je weet niet meer wat je doet en hoe je bent. Want je familie wordt meteen weggestuurd. Als jij overleeft, dan sta je hout te hakken of laarzen te maken of te poetsen. Dus die mensen zijn allemaal in staat van shock. En deze Russen, die waren... En die Pechersky was een hele bijzondere man. Die was dus van plan. Die zei, wij gaan er allemaal aan. Dus laten we nog een paar van die nazi's meenemen. Mm-hmm. En dat sprak mij ontzettend aan. Ja. Dat je dus in de alleronmogelijkste omstandigheden... Waar je kan zeggen dat overleven al een verzetstaat is. Hè? Want een heleboel mensen wou helemaal niet meer leven. Dat je dan zoiets opzet... En er ook nog in slaagt. Want er was ook nog een opstand al beraamd van Nederlandse mensen.
Maar die is dan door verraad en gekletspraatjes en zo, is dat allemaal voortijdig tot een einde gekomen. Ja, en dit was in 1943 of 1944? Ja, 43. Dus er moest nog 2 jaar, oh ja, was het te gaan. Mm-hmm. Voordat dus de... Kijk, als je in 1944 of in januari 1945, dan was zeker dat de oorlog verloren was voor de nazi's. En dat de geallieerden gingen winnen. Maar deze mensen, die hadden dus geen enkel contact. Mm. En ze zeiden ook van, de verzetsmensen om het kamp heen, die doen niks voor ons en zo. En dan zei die Pechersky, nee, wij moeten het zelf doen. We hebben geen hulp van niemand. Mm. Hij was echt de held, Pechersky. Nou ja, held. Hij, wat mij zo aansprak, hij was juist, hij deed alles om geen held te zijn. Dus anders als in die speelfilm. Mm-hmm. Waar die Rutger Hauer, die zat zo te zwaaien met zo'n geweer. Dat is allemaal kletskoek. In werkelijkheid zat hij achter een met een klok, een horloge, zat hij in een hokje te kijken of alles op tijd ging zoals hij het had gewild. Ja. Dus het was helemaal niet dat genre held. Het was juist een hele menselijk iemand. Het was ook een muziekman, hè? Ja, ja. Hij had ook muziek gespeeld vroeger en artistieke neigingen had hij. En je ziet hem in jouw documentaire, is heel emotioneel iemand, hè? Ja. Hij begint voortdurend te huilen. Ja, dat is natuurlijk ook omdat hij oud was al. Mm-hmm. En, maar omdat hij ontroerd was dat er nog zoveel van zijn vrienden... Ze hadden dus 1 keer de 5 jaar die herdenking. Mm-hmm. En dat heb ik dus natuurlijk weer zo georganiseerd dat toen ik kwam filmen dat het gebeurde. Mm-hmm. Want je moet natuurlijk, je kan niet alles zomaar laten gaan zoals het is. Hè. Je moet natuurlijk ook een beetje... Ja, de werkelijkheid organiseren, daar hou ik dus veel van in de films. Ja, dus je maakt ook een beetje speelfilm? Ja, ik organiseer dus dingen waarvan ik ze gezien heb dat ze zo gebeurd zijn en dat ze zo gebeuren kunnen. Dat zie je ook in die andere film met die Russen. Ja. Oh ja, dat en dat zet je zeg maar naar je hand. Dat wil zeggen, dat zet je als Dat zet ik helemaal naar mijn hand, ja, ja inderdaad. Mm-hmm. Ja. Maar bijvoorbeeld in een van de Nederlanders van Sobibor is Jules Schelvis. Hij is een van de mensen die dit project hebben geïnitieerd, hè, oorspronkelijk. Hij heeft me op het idee gebracht. Hij heeft je op het idee gebracht. Je ziet hem in de film met de maquette die hij heeft gebouwd van het kamp. Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Dat heeft hij zelf zo in elkaar gezet. En zo kan hij laten zien hoe de opstand eigenlijk georganiseerd is geweest. Ja, helemaal. Die is nu in Westerbork, die maquette. En het is toevallig dat we dat interview nu hebben. Want ik kreeg net een uitnodiging volgende week, of was het 11 maart. Hm. Dan heeft hij na zoveel jaar werken en ontzettend lobbyen. Hm. Komt er dus een heel groot een monument... In Westerbork, dat Kok en hij gaan dat openen. Mm-hmm. En dat is echt ook een soort bekroning van op zijn leven. Weet je, die man heeft dus dag en nacht alleen maar daarvoor gewerkt. Om dat bekend te maken. Oh, ja. Ja. Het was totaal onbekend. Mm-hmm. En hij is bij jou gekomen om daar, zeg maar, om daar een documentaire over te maken. Zo is het gegaan. Ja, zoiets, ja. En mm-hmm. Hij dacht eerst dat hij zelf iets zou gaan maken erover. Of hij vroeg mij advies en... Mm-hmm. Mm-hmm. En zo is het langzamerhand ontstaan. Ja, want je ziet, dan komen we weer terug op waar we het net over hadden. Je ziet jezelf dus met hem. Ja. Met hem in gesprek over, als hij uitlegt van hoe hij dan in het kamp terecht kwam. Hoe hij naar Duitsland vervoerd is. En daar spreek je hem een beetje tegen. Dan ga je met hem in discussie. Hoe werkt dat precies? Dat namen dus blijkbaar de journalisten me kwalijk. Hij dus helemaal niet, dat is het grappige. Ja, die man heeft 9 kampen overleefd en alles, zoveel overleefd. Mm-hmm. Maar dat waren natuurlijk eigenlijk mijn frustraties van toen ik jong kind was. Dat ik zei van, ja, maar voor de oorlog wist je toch al dat de Joden werden opgepakt. In 1933 werden ze uit de ramen gegooid. Mm-hmm. Had ik gehoord van de leraar van mij en zo. Hè. Dus ik heb gehoord, in de Jordaan werden dus vooral linkse en communistische Joden. Die moesten in 1933 al Duitsland uit. Mm-hmm. En in de Jordaan stond ook op alle muren geschreven van fascisme is moord. Nou, dat... En dus, het was gewoon natuurlijk mijn frustraties die ik met hem op hem losliet eigenlijk. Ja. En zei, waarom, dat kon je toch weten enzovoort. En hij zegt dan, het is ook heel legitiem van hem, hij zegt dat hij dat helemaal niet wist. En dat... Natuurlijk een klein groepje mensen dat wist. En dan bovendien zelfs al weet je het. Wat kan je dan eigenlijk doen? Dus toen ik weer vanaf deze plaats
terug ben gegaan, heb ik gewoon gedacht, ik ga werken met nog een paar jonge mannen. Ik kom vanavond weer terug in het kamp en we zien elkaar weer. En we gaan eten en we gaan misschien bij de gitaar een liedje zingen. En we gaan slapen. Dus er was geen moeilijk moment. Die moeilijke momenten, die kwamen 2 dagen later, toen ik in het andere kamp hoorde wat er gebeurd was. Toen kwam het moeilijk moment. En toen wou ik het nog niet geloven. Want ik dacht, mensen kunnen toch andere mensen niet op die manier gaan ombrengen. Maar dat was de waarheid. Terwijl ik hier stond en ik keek naar de mensen die zich moesten uitkleden. Ja. Ik er nog geen idee van had wat zich daarna ging afspelen. Ja, maar sommige mensen wisten toch al voor de oorlog in 1933 wisten al wat er gebeurde. Ja, maar pas even op. We wisten natuurlijk dat er concentratiekampen waren. Ja. Ja. Maar wij dachten, we gaan naar het oosten. Dat was ons ook voorgespiegeld, ook door de Joodse Raad. Ja. We gaan naar het oosten, we moeten daar werken. Ja. We moeten wegen aanleggen. Omdat daar in het oosten de zaak zo vernield was door bombardementen en dergelijke, ja, dat we daar moesten helpen. Waarom dat zouden jullie alleen moeten gaan en die anderen niet? Welke anderen? Ja, de rest van de Nederlandse bevolking. Ja, maar die hadden hun werk in Nederland te doen. En wij waren toch volksvreemd, zoals ze dat noemden. Hè? Ja. We waren dus toch een rotte plek in de maatschappij. Ja. En dat vandaar dus de Joodse Raad ook zeker? Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik niet zo'n goed oordeel over. Maar ik weet wel dat dus die Joden, die waren goed genoeg om naar het oosten getransporteerd te worden. En de Nederlanders, maar wij waren ook Nederlanders, ondanks het feit dat we Joden waren, die hadden ze in Nederland niet nodig. Wie hadden ze niet nodig? De moffen hadden ze niet nodig. Nee. Want die maakten de dienst uit en wij wisten het niet. Hij overtuigt me zeker wel dat het voor hem zo gold, maar ik denk dat het voor mij niet zou gelden. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat ik heel erg veel begrip heb voor hem en alle duizenden andere mensen. Ja, ook waarom mensen die zeiden, ik ga niet onderduiken. Want in eerste plaats, dat denk je niet zo gauw, maar je moet wel het geld hebben om te onderduiken. Dus ja, het is ook een bepaalde klasse die dat kan doen. Ja, dat maar waarom realiseer zou het niet voor jou gelden, wat hij zegt? Nou ja, omdat ik eigenlijk, dat is misschien aan mijn karakter, meer een opstandig typetje ben. Ja. En dus eigenlijk voortijdig alles had verlaten. Ja, of alles wil weten. Ik bedoel, ik was tegen de oorlog in Joegoslavië en nu lees ik dus in de kranten dat het eigenlijk ook niet had moeten gebeuren, omdat dit en dat en dat en dat leugens waren en dit was. En dus je moet proberen, als je een beetje op de hoogte houdt, mm-hmm, van wat er in de wereld gebeurt en niet goed gelovig bent. Ja. Waarbij ik ook nog even wil zeggen, heel nadrukkelijk, dat dus de Joodse Raad, ik heb dus al 30 jaar gezegd dat het een collaborerende club was, maar dat mocht ik nooit hardop zeggen. Echt niet hoor. Mm-hmm. Dat werd niet geduld. Mm-hmm. En die hebben de mensen zo verschrikkelijk op het verkeerde been gezet, allemaal. Dus mensen die kwamen bij hun om raad vragen, dat was ook weer de elite zo'n beetje, hè? De professor die en professor Cohen enzovoort. En die zeiden, nou ja, net als trouwens onze regering, gaat u maar rustig slapen, alles komt wel goed en u moet u niet verzetten tegen die gasten, want dan ga je meteen. Nou, en toen ik die film dus begon met de research, toen merkte ik dat dus in andere landen, vooral in de Oostblok, daarom wou ik het ook echt ook met Russen maken, die film, dat daar de Joodse Raad de eerste waren die werden opgepakt in plaats van de laatste. Oh. Zoals hier. Omdat ze dus met het verzet, ze gaven de informatie door aan het verzet. Mm-hmm. En waren daardoor zeer kwetsbaar. Waarom wilde je het maken, de film? Omdat ik dus ontzettend aangedaan en enthousiast was dat in de meest verschrikkelijke omstandigheden, waarin eigenlijk alleen de dood is de enige einde van alles, dat die mensen dus de moed hebben gehad, en de brutaliteit en de fantasie om te denken, ze hebben niet gedacht we overleven het, maar dat ze zich totaal op hetzelfde standpunt, dat ze geen enkele ontzag hadden voor die mensen. En dat vind ik geweldig. Voor die SS'ers ja, niet? Geen enkel. Mm-hmm. Ze waren soldaten trouwens ook, hè, dus ze wisten hoe ze militair moesten optreden. Maar en ze opereerden als groep. En dat is ook heel interessant. Mm-hmm. Er waren dus mensen, ja, ik kan niet alles in die film hebben, maar ik heb natuurlijk heel veel gesprekken gehad.
En die Pechersky die vertelde ook dat dus een paar van zijn soldaten, die kwamen dan 's avonds bij hem en die zeiden, luister even, daar zijn die landmijnen, wij hebben er verstand van, er zijn geen landmijnen op dat plekje. Als we nou vanavond met z'n tienen eruit gaan. Maar zei die man, en dan ging op z'n Russisch, hij zegt, als jij vanavond daar gaat, ik zet er nu een mannetje neer en die schiet jou dood. Heb je goed begrepen? Je brengt het hele kamp in gevaar. We gaan of allemaal, of we gaan niet. Snap je? Ja, zeker. Nu heb je een aantal overlevenden vanuit het kamp gefilmd, gevolgd. Ze wonen in diverse steden, in New York onder andere, Rio de Janeiro, Sydney. Op diverse plekken. Twee van deze mensen zijn al gestorven. Misschien inmiddels nog wel meer. Nee, dat zijn de twee. Ja. Twee. Ja. En wat ik een heel mooi fragment vond, was in Sydney. Nou ben ik de naam even kwijt van mevrouw... Zielinski. Zielinski. Ja. Die, het is een heel mooi beeld als zij door Sydney gaat in zo'n zo'n hoge tram, zeg maar. Tram die over een baan gaat, zo'n eenbaanstram. En dan vertelt eigenlijk over het verleden. Terwijl je zo'n supermoderne stad ziet. Ja. En dat contrast vond ik heel erg geslaagd eigenlijk. Is dat bewust zo geweest dat je dat tegenover elkaar wilde zetten? Ja, ja. Omdat, kijk, die mensen die zijn, dat is ook... alles is, je kan van al die mensen apart weer een film maken. Die vrouw die had er niets te zoeken in die stad. Ze laat ook in haar huis, in dat zo'n echt Amerikaans, Australisch huis... Dan zie je dus nog, en dat is van Warschau, en die egel die is van dat en dat. En heeft ze dus nog een paar van die dingetjes. Maar ze is totaal ontheemd, is ze natuurlijk eigenlijk daar. Ja. In die stad. Het is, ze is niet alleen, ze was ook boos op mij, omdat wij haar filmden. Dat ze dus zegt, ja, mijn poesje, dat is de enige die nog tegen me praat. Maar ze heeft ook een kind en een familie enzovoort. Dus ze was een beetje geïrriteerd dat wij haar hadden... voorgesteld alsof ze alleen was. Maar in mijn idee was ze helemaal niet op haar plaats daar. Einmal habe ich von meiner Mutter geträumt, dass wir in einer so großen Halle gewesen sind, wie eine Versammlung. Und sie ist ja rübergekommen, sie hat einen Regenmantel mit einem Capuchon da gehabt. Das war so schlecht für mich, in diese Waschstube zu arbeiten, ich konnte nicht mehr. Und ich habe ihr gebeten, Mama, pomóż mi, bo jeszcze jeden dzień i nie wytrzymam, tak mi ciężko jest. I ona mi po polsku odpowiedziała, dziecko moje, bez pracy nie ma nigdzie nic. And she looked at me, and she put her hood on again, and she walked out in demselben Field, wo sie gekommen ist. Wenn ich zu Ihnen jetzt spreche, dann kann ich noch das sehen. Den nächsten Tag, da ist Frenzel gekommen in der Waschstube und hat gefragt, wer kann Männerhemder nähen? Das ist überall. Wenn ich so in einem Zustand war, dass ich glaubte, das kann ich nicht mehr raus. Und da so ein kleines Lichtchen hat sich irgendwo in dem dunkelsten Zimmer, ein kleines Lichtchen, da habe ich den Weg gesehen, dass ich durchgehen kann. Thank you.
know, there were times when I didn't believe, and then there were times when I started to believe again, because in the war there was something that we couldn't understand. Like when we had here the museum, the Jewish Holocaust Museum, children from school came to ask, where was God? And there was an other girl standing there, and she said to the little girl, God just blinked. En weet je hoe ze daar gekomen is? Nou, ze wou geloof ik op een schip naar Canada of zo. Ja, ja. Mm-hmm. En het was het verkeerde schip. En nou, sindsdien zit ze daar. Oh ja. Hey. Zo. En maar ook absoluut in de nieuwe wereld willen wonen en niet in de oude wereld. En dat is voor Samuel Lerer, wat een hele lieve man was, die dus die taxichauffeurs in New York. Mm-hmm. Toen de première kwam, toen heb ik iedereen uitgenodigd. Dat was ook een gigantische toestand. Dus toen kon helaas Pichevski, die was al ziek, dus die heeft waarschijnlijk de film nooit gezien. Mm-hmm. Toen zijn vrouw en zijn dochter en de man van de hele hoeveelheid mensen is uit Rusland gekomen. Ik heb hem herhaaldelijk telefonisch en schriftelijk uitgenodigd. En die man zegt, ik durf niet naar Europa te gaan. Ja, er is een heel mooi fragment waarin je hem 's nachts ziet rijden in de taxi. En zegt ook van dat hij eigenlijk helemaal niet bang is. Maar toch in zijn dromen is hij bang. Maar hij is toch bang voor om toch nog in zo'n situatie terecht te komen. Ja. Wat ook wel heel goed voor te stellen is. Als in zijn dromen, dan pakken ze hem weer. En hij zegt, als ik naar Europa ga, dat in Nederland, dat ik heb hem zijn tape moeten sturen. Dat is veel te dicht bij Duitsland. Ik voel me heel veilig hier in Amerika. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat zijn vele mensen die daar naartoe zijn gegaan, die hebben dat gevoel. It was, according to me, in Sobibor died almost 1 million Jews. Not the way they say 250. I'm not afraid of the Germans now, but if I dream about them, I am afraid. Everybody can be a hero, and everybody can say you are a chicken, you are a coward, but I am not. Everybody can say that, but nobody. Nobody puts themselves in the position of the people there who died. De muziek, de Russische muziek speelt ook een hoofdrol. Misschien is het helemaal niet zo, maar zo lijkt het voor mijn gevoel. Het komt ook door die muziekfragmenten die je veel hebt gebruikt. Ja. Er is een heel mooi moment dat ook zijn naam ben ik even kwijt in Brazilië. In Brazilië ja. Zegt een plaat opzet met Oekraïense is het Oekraïense muziek zoals hij heeft Russische heeft geleerd. En dan klinkt die balalaika zo door die kamer heen. Ja, en die man die smelt. Helemaal. Ja, maar dat is dat als toeschouwer eigenlijk ook. Ja. Terwijl er zitten die platen zitten dingen in. Kras in, hè? Ja, een kras, maar ook een... heel slecht geluid, ja. Hij geeft in ieder geval een zwengelgeluid. Ja. En we moesten zelfs lachen, maar we hebben het natuurlijk zo gelaten. Ja, dat zal natuurlijk wel, het beste wat je eigenlijk hebben kon. Je moest hij hoorde het helemaal niet. Dat zwengelen, moest je om lachen. Ja. En hij hoorde het helemaal niet, man die zag, en zoals hij zit, dat is voor hem de grootste tijd van zijn leven geweest, zei hij ook. Hij is ook gevraagd door de Russen, volgens mij, om bij de KGB te komen. Dat ben ik er allemaal achtergekomen. Aha. En dat heeft hij dus geweigerd. Hij, aan het eind van die film gaat hij zo'n beetje ons een beetje plagen. Mm-hmm. En laat hij iets los, maar toch ook weer niet. En dan zegt hij, ik had van alles kunnen worden. Oh ja, dat wilde je niet zeggen. En wij laten het ook zo. We zeggen het dus niet, omdat hij het ook niet zegt. Mm-hmm. Любимый город синим Китаем, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Этот для меня наилучшая музыка. Вот эта музыка для меня не применяет
особливое был. Это первая музыка, что я научился русским языком. Это музыка украинские вахи спевали «Соби Боже». Там я научился и никогда забыл. Пройдет товарищ все твои войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город, можешь спать спокойно, видеть сны и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные бедры. Nog even over die muziek. Hoe belangrijk is dat voor jou in de documentaire? Heel belangrijk. Ik heb ook vaak ontzettend bezwaar tegen filmmuziek, weet je. Dus die je dan een beetje slechte beelden op moet kalevateren. En ook in de film dus... De andere film. Het over hebben, het omgekeerde perspectief. Ja, daar zie je ook dus de... Het is de toevallig ook de neef, of niet toevallig, maar het is de neef van de hoofdpersoon. En die improviseert dus ook voor ons in de film. En de filmmuziek is ook van hem. Ja, oh, hij heeft het gemaakt. Nee, hij maakt alle muziek die in die film hoort, is ook van hem. Dus dan vind ik het ook functioneler dan als je zomaar een leuk riedeltje ergens tegenaan gaat zetten. Mm-hmm. Wat helemaal niets te maken heeft met waar het vandaan komt. Очень неточно. Нет, ну это, так сказать, поток сознания совершенно, так сказать, неорганизованный по форме. То есть вот если бы мне, предположим, нужно было сделать из этого музыку, я бы сел за стол и, так сказать, все бы это привел в нормальное состояние. Смелт я немного weg bij de Russische, het Russisch lied of bij de Russische ziel die daarmee wordt aangeraakt? Is dat zo? Ja, de Russen, dat is wel... Ik heb een soort haatliefde met die lui. Mm-hmm. Ik ben vanaf 85 kom ik er al. Mm-hmm. En het is... Ik vind het ongelooflijk. Een soort mensen... Het gaat nu allemaal verdwijnen. Want nu is gewoon, worden ze net zo Europees en net zo goed en slecht en zo. En je kan ook niet generaliseren. Dat is een beetje een gevaarlijk gesprek dit. Mm-hmm. Maar... De hartelijkheid en die gastvrijheid die je daar zag. Ze hadden dus niks, maar dan was de tafel vol met eten hoe ze eraan kwamen. Het lag niet in de winkels.
En die hartstocht van die mensen waarmee ze leven ook. Ook als je bijvoorbeeld de dans ziet of zo, dan is het allemaal net een beetje, nog een beetje meer. Weet je, het is. En ook de sport, dat heeft. Ik zie als een sporter, dan zie je gewoon eens op het ijs of zoiets. Weet je, het is allemaal net nog een beetje verder gaat het dan wat ze moeten doen. Dus het is ook gewoon. Ze vinden het hartstochtelijker, is het. Olga heette Oiga, moet je waarschijnlijk zeggen. Ja? Zij is, die hebben een documentaire over haar gemaakt. Het is me op de een of andere manier niet helemaal duidelijk. Zij was, ze was hier in Nederland. Ze was een tijdje bij jou. Hoe kende je haar? Zij is eigenlijk de moeder van mijn cameraman, Sergei, die ook in die film voorkomt. Oh ja. Die, en de, met wie jij gewerkt hebt? Ja, de eerste film was die cameraman. Een tweede film was die soort adviseur. En komt hij zelf voor in die film. Ja, en zij kwam naar Nederland dus met hem? Of nee, zij kwam naar haar zoon met een andere zoon. Ja, ze heeft twee zonen. En ze kwam met één zoon en een vriend van die zoon. Kwamen ze eigenlijk op vakantie. En toen nam ik eigenlijk een soort vrolijk filmpje op over... een paar gekke Russen in Nederland, weet je wel. Dus die jongens die lopen langs de straten schuimen. Dat was dus 10 jaar geleden. Nu zou dat anders zijn. En ze geven een soort spiegel aan ons. Want overal op straat vinden ze... Dat zie je ook het laatst. Is mijn hele kamer vol met grammofoons. Bedden, goed. Alles hebben ze op straat gevonden. En dan had ze... Die ene jongen was een... professor aan de universiteit, heel technisch zijn. Blijkt dus die radio in 2 minuten heel te zijn. De grammofoon, die was helemaal niet kapot. Er was eigenlijk niks ze kapot. Ze repareerden alles. Ze repareerden alles, maar eigenlijk was niks kapot. Maar iedereen gooit hier alles weg. Oh ja, ze hadden op een gegeven moment ook een fiets uit de gracht enzovoort. Ja, oh ja, en dan zeggen ze, ze hebben ook een goede fiets hier. Ja. Terwijl je denkt van, die fiets was helemaal krom en alles. Maar dat maakte hun blijkbaar allemaal niet uit. Nee. Nou, heel goed. Maar die vrouw is toen weer teruggegaan naar Rusland en toen weer teruggekomen in Nederland en toen heeft ze zelfmoord gepleegd. Ja, dat laten we eigenlijk in het midden. Die vrouw die, ik probeerde daarna, laten we zeggen, eerst hebben we dat filmpje gemaakt over Russen in Nederland. Dat was gewoon een vrolijk filmpje op 16 mm. En na haar dood, toen hebben haar zoon, ik wou dus niks meer, en toen zei haar zoons, het is misschien een goed idee om een soort ook hommage aan onze moeder. Haar te volgen. Ze is geboren in Odessa. Ze is opgegroeid in Stalingrad. Hè, wat dus nu Volgograd heet. En daarna woonde ze dus in Leningrad. Wat nu weer Petersburg heet. Ja. En dat zijn toevallig ook de 3 steden. De 3 heroïsche steden in de oorlog geweest. Maar voor het zover was. Ik kan niet eens met zekerheid zeggen of ze zelfmoord heeft gepleegd. We hebben dat ook in het midden gelaten. Zij zag die toestand die er ging gebeuren. Dus die muur, dat was er nog voordat die muur ging vallen. Of die was net gevallen. Dat is net gevallen. En zij voorzag eigenlijk alles wat nu zich afspeelt in Rusland. Maar hoe bedoel je? Maffia gewoon. Dat is de maffia aan de macht kwam. Want je kan natuurlijk een hele hoop kritiek hebben. Dat is ook terecht. Op dat de stagnatie daar en dat in de Sovjet-Unie en dat socialisme. En dat het was een grote... corrupte zooi, maar weer zo erg als het nu is, is het dus nog nooit geweest. Maar is dat een reden om zomaar te verdwijnen? En nee, dat kan ik ook niet zeggen. Ze had het heel vaak daarover. Ze was vaak gedeprimeerd en ze heeft daar dus ook pillen gekregen waar als je die zou krijgen, zou je ook opgenomen moeten worden. Dus er is ook heel onverantwoord door... Een psychiater is met haar omgegaan. Dus ze kan ook gewoon door die sterke middelen in het water zijn geraakt. Ik heb me daar expres niet over uitgelaten. Dat heb je niet. Maar je hebt maar wel de suggestie, een hommage. Maar de suggestie is natuurlijk heel sterk dat ze dat gedaan heeft. Maar je hebt dus wel een hommage aan haar willen maken. Dus dat is eigenlijk de film geworden. Het bevat erg mooie fragmenten van haar. Dat zijn zwart-wit fragmenten waar ze op school komt. Ze was vroeger onderwijzeres. En dat ze de kinderen, dat ze vertelt over eigenlijk de tijd dat zij les heeft gegeven. Dat ze dus op school en de zoon vertelt ook hoe trots hij op haar was als onderwijzeres. Ja, mijn moeder, zegt hij dan. Ja, ja, mijn mama. Moeder. Ja, ja. ja. Dat is erg mooi. Oh,
Я обещала вам приехать, я приехала. Вот. Я вам прислала, можно, конечно, подарочку, но я потом их все раздам. А сейчас я вам дам конфетки, хорошо? Дадут всем. Кто взял, садитесь, чтобы я видела. Кто взял, садитесь. Вот. Только из-за вас приехали, чтобы вас повидать, какие вы стали. Так, кто еще не брал? Кончил. Three, four. Do, re, mi, re. Мама перешла из института работать в школу, а она сама захотела, потому что с детьми живой язык, живое общение, игры, песни, спектакли, она прекрасно это умела устраивать все. Так вот, в тот день, когда она перешла в школу работать, 1 сентября, я не помню, какого года, я не помню, но это было в Волгограде. А перешла она в ту же самую школу, где я учился. Я учился в этой же самой школе, английская специализированная школа, номер 7, имени Владимира Ильича Ленина. Так вот, она в первый день знакомилась с учениками ее класса. И после этого они возбужденные, радостные, счастливые шли по улице, и они шли и обсуждали. Вот это да! Вот это у нас классный руководитель! Вот это красавица! А как она одета! А какая она умница! А как она шутит! А я шел рядом с ними, все время бежал рядом с ними, и все время пытался подбежать и сказать: это моя мама! Viel mij op. Er is nog een andere documentaire die ik gezien heb over gereedschap. Het inzamen van gereedschap. Dat is een vrij recente film, hè? Ja, hoe heet die? Gebruikt gereedschap? De organisatie heet Gered Gereedschap. Gered Gereedschap. Ja. Over een stichting is het? Ja. Dat gereedschap verzamelt hier en inzamelt en repareert. En dat is dan weer voor de derde wereld bedoeld. En wat jij hebt gedaan is laten zien hoe dat werkt. Hoe die werkplaatsen werken. En hoe uiteindelijk de gereedschappen dan terechtkomen in verschillende landen van Afrika. Kun je daar iets meer over vertellen, over hoe dat werkt? Ja, de film heet dus Kunt u mee 60 zagen en 12 naaimachines sturen? Ja. Omdat het altijd erom gaat dat wat mij aantrok met hun, dus in eerste plaats het hergebruik van dingen. Hè, dus net als met die Russen, dat weggooien van al die troep. Alles weer repareren, ja. Alles weer repareren. Mm. En ja, dus misschien ook. En eten ook niet weggooien als driekwart van de mensen nog niet genoeg ervan heeft. Maar het andere is ook dat ik zo interessant vind dat in Afrika is ook weer hetzelfde. Alles is zielig, alles is vervelend en die zielige Afrikaantjes en allemaal uitgeteerde lijken. Maar hier zie je gewoon mensen die aan het werk zijn en met enorme energie hebben ook. Enorme energie. Hmm. En of ze nou één arm of been hebben, want je ziet ook gehandicapten die dan met hun ene arm aan die machine zitten. Mm-hmm. En ook wat ook veel beter is, lijkt mij dus, wat me aantrok in Gered Gereedschap. Niet geld gaan geven, wat dus vaak tot corruptie leidt. Of eten, wat nog erger is, want dat hun eigen hele economie dan eraan gaat. Mm-hmm. Ze krijgen alleen de gereedschappen en dan moeten ze zelf zien wat ze daarmee doen. En vaak is als je een opleiding hebt als timmerman, dan is een gereedschapskist, betekent een baan. Dat is gewoon het verschil tussen wel of niet een baan hebben. En je merkt dat je voortdurend heb je nog echt contact met vooral Ghanese, hè? Ja, dat is wonderbaarlijk. De Ashanti, dat zijn hele actieve mensen. Die ook, dat is een grote gemeenschap hier in de Bijlmer. Mm-hmm. Die trouwens ook politiek
ja, van zich laten horen, weet je. Dus dat zijn, die zijn niet op hun mondje gevallen. Ik heb nog geregeld. Iedere week krijg ik nog brieven van die mensen. Ze sturen kaartjes en of ik nog even dit en dat kan verzorgen. Of we hebben hun, het liep helemaal uit de hand eigenlijk. Ik had op laatst niks meer met die film te maken. These are some of the tools which we were given in the Netherlands as a help, and so we are using them for sculpting our these pieces here at Shimdombo as a new cooperative. So these are some of the tools, and we still have a lot of them, and they are used the tools. Welcome to Gemeenschap. My name is Marlene. Marlene. I'll take you around and introduce you to some people. Good. So this is the real workshop. Yeah, this is where the work is. Fine. You will repair, reservice the item. Yeah. Very nice place. Very nice. You can see. So there are here in the workshop, I think, during the week, about 20-25 people work. Works here. And everyone is working here at least one day a week. So we're open 5 days a week from 9 to 5. You've made a list of tools you needed, huh? And from that list we translate it to Dutch. And the people come in here, they can say, well, oh, this project needs 4 axes, for instance. They pick it from the stockroom and repair it here. And then all the iron bits are sharpened and been put in oil so it doesn't rust during the transport. Yeah. This is the stock. Well, as you might know, this is one of 34 workshops all over the country. There are, I think, 400 or 500 volunteers in Holland working in our organization. This also is used, but the blade is not good. The blade. Wat me opviel is in de documentaires die ik heb gezien, dat op de een of andere manier is het samenwerken, het coöperatieve, lijkt wel een onderwerp voor je. Op de een of andere manier zie ik dus daar een overeenkomst in de documentaires. En zie de link met de Open Studio die je ooit hebt opgericht in 1985, klopt dat? De Open Studio als een werkplaats voor... In 1975. 75, sorry. Een werkplaats voor mensen die audiovisueel bezig zijn. Dat wil zeggen waar mensen camera's kunnen huren, lenen, et cetera. Cursussen volgen. Cursussen volgen, ja. Monteren. Kun je daar iets over uitleggen hoe dat werkt? Want je hebt nog wel Open Studio's producties nu, maar niet meer de Open Studio, dat heb je uit handen. Ik ben in 85 mijn kerst. Oh, ga je weer weggaan? Ja, oh ja, je hebt dus 10 jaar heb je dat gerund. Ja. Dat is een begrip voor mensen die werken in de audiovisuele media. Maar kun je daar iets over vertellen, over hoe je dat ziet, dat coöperatieve, of dat klopt? Dat idee van dat je juist heeft aangezet om ook Open Studio op te richten? Ja, ik wou iets met film gaan doen en ik zag overal apparatuur staan op de filmacademie en overal waar we maar kwamen, maar we mochten er nooit aankomen. Mm-hmm. Het was wat dus altijd zo is, dat men alleen maar over de hardware praat en niet over de software en niet over de inhoud of over de vorm van een film, maar alleen nog meer spullen binnenhalen. Maar die spullen die werden ook niet uitgeleend. De filmacademie die zei dan het stand-by en afblijven met die handel. Dus wij konden niks doen en toen heb ik, dat is wel grappig, ben ik bij, ik weet nog, bij Philips en bij de directeur van Sony ben ik gewoon op bezoek gaan. Nou, die van Philips die zag er helemaal niets in. Ik zei, ik wil het dus
die cameraatjes toen, die waren alleen maar voor sport en spel. Dan zag je weer een man met een tennisracket zo. En dan, weet je wel, een rijke lui die dan met zo'n cameraatje stonden te zwaaien. Want dat waren toen nog zulke grote. Mm-hmm. Met zo'n ding om je schouder, weet je wel. Zo'n Sony. Ja. Dus nou, die Philips die zag het allemaal helemaal niet zitten. Ik zei, ik wil dat voor een andere soort doel gebruiken. Door sociale en politieke en kunstenaars. Die hebben het geld niet. Die kunnen die spullen niet gebruiken. Kopen, huren. Dus misschien kunnen wij wat subsidies krijgen. En dan gaan wij ze dus uitlenen. Mm-hmm. En heel goedkoop uitlenen. Ja. En dat heb ik dus toen... nou, Sony die zag daar wel iets in. Die gaf me meteen een fles parfum. Want hij had nog nooit... In plaats van een camera. Ja, ja, ja. Had nog nooit een vrouw had die bij zich gehad. Oh. Dus ik was de eerste vrouw die daar langskwam. En daarna toen... is dat heel langzaam gegaan, de keren van alle fondsen in Nederland. Maar dat is verschrikkelijk werk. Ik heb geloof ik meer dan 1 miljoen gulden daar bij elkaar gescharreld. Van het Julianafonds, Wilhelmina, nou, noem maar op wat voor Prins Bernhard, alles. En wij waren natuurlijk ook de eerste. Het was dus Meatball in Den Haag en Open Studio. Mm-hmm. En dat was eerst bij mij thuis en toen in de kelder en toen op de Zoutkeetsgracht. En ja, dat is groter en groter. We konden het ook helemaal niet aan, want... Je kreeg wel geld. Ik heb geld voor de huur. Ik was dag en nacht bij de gemeenteraad aan het lobbyen enzovoort. Maar natuurlijk niet voor genoeg mensen. Ik werkte er ook onbetaald en zo. En we kregen dan, net zoals je nu maatwerk hebt, had je dus toen van die werkverruimende maatregelen. En dan kregen we daar mensen van die vaak minder gemotiveerd waren dan de vrijwilligers. Dus er kwamen heel veel vrijwilligers. Dus ik wou gewoon dat dus die mensen kans hadden. Om die apparatuur te krijgen. En dat is ook zo gegaan. Ik ben heel blij dus dat het doorgezet is. En, ja, maar nu toen... nou ja, je hebt dat opgezet. En uiteindelijk ben je er ook weer uit weggegaan. Ja, ik heb niet ook verder, niets meegenomen. Je hebt er niets aan overgehouden, zeg maar. Eén schrijfmachine. Is dat niet merkwaardig? Want ja. Het is toch een goed runnend, goed lopend bedrijf langzamerhand. Nu wel, maar ik ben dus misschien nogal onzakelijk. Maar ik vind dus dat de prijzen moeten ook laag blijven eigenlijk. En niet langzamerhand omhoog gaan. En ja, ik vond dat iets, het was ook met gemeenschapsgeld gekregen. En net zoals ik dus de Russische mensen waarschuwde toen dus die muur omging. Dat is de studio waar ze waren, hè, waar al het materiaal was gewoon van de staat. En plotseling zei dus de directeur, die daar een beambte was, die zei, nou is alles van mij, weet je wel. Ja, ja. Toen dacht ik, nou, dat had ik dan ervoor al gedacht, want dat is dus nu pas gebeurd. Dat moet dus helemaal niet gebeuren. Ja, weet je? Dat vond ik echt vreselijk, dat kan me helemaal niet voorstellen. Ja, het is van ons, het is van iedereen. Ja, maar ja, niet iedereen. Ik ben ook vooral weggegaan, omdat ik vond dat mensen zo slecht met die spullen omgingen, juist omdat ze dus niet... hun eigendom waren, weet je. En dan smeten we iemand op de grond en... Alles kwijt. Alles kwijt. Ja. Ik had hele goede technici, die waren fantastisch. Maar die werden natuurlijk ook gefrustreerd, omdat de mensen zo liefdeloos met die spullen omgingen. Ja, dat is natuurlijk ook weer heel lastig. Opvoeding. Ja, we hebben heel lang gepraat. We hebben maar een heel klein stukje van het waanzinnig actieve werk van jou eigenlijk behandeld. Maar ja, wie weet komen we nog in andere programma's daar verder op terug... En heel hartelijk dank voor het gesprek. Was erg leuk. Bedankt.